Hi julle, dis Terrence hier van Wines and Diners. Ek gaan so 'n bietjie net vandag vir julle 'n dieper kykie gee na ons nuwe wynreeks. Ons het die wyn in Januarie bekend gestel en ek dink is hoogtyd dat ons so 'n bietjie net vir julle so 'n beter idee gee oor die wyn, die storie agter die wyn en ook die storie agter die label. So ek gaan so eers ek gaan sommer eers begin met ons sparkling wine, ons sparkling wine, ons noem hom Douce Amitié. Nou, Douce Amitié is Frans vir sweet friendship. En met hierdie wyn het ons natuurlijk bietjie gesukkel oor wat gaan ons die wyn noem? Dit is sparkling wine, dit is bubbles. Wat gaan ons die wyn noem? En ons het bietjie met ons vriende gesels en twee van hulle het opgekom met Douce Amitié wat dan beteken sweet friendship. En met hierdie wyn, ag, ons wil net alles celebrate, vriendskappe, achievements, enig iets, wil ons dit celebrate. So met hierdie wijn, so kom nog gaan oopmaak. So met hierdie wijn, so celebrate ons net, so Douce Amitié. En natuurlijk, as jy natuurlijk die wijn gooi, kyk jy natuurlijk na die bubbles. Hoeveel bubbles hier in is, so dit is nou nie een MCC nie, dit is een sparkling wine. So, dit is natuurlijk een rosé en geure wat jy gaan optel, die palette, strawberries en dalk een bietjie spookasem. En net een lekker wijn om tussen vriendig te geniet en om te celebrate. So, cheers! Natuurlijk een wijn wat jy lekker by die zwembad kan drink, wat jy enige kaaspletter kan geniet, of net enige iets, dis 'n lekker allround lekker wijn. Ek denk die dames gaan nog af aan hom al, so, ja, Douce Amitié. So volgende, nou raak ons 'n bietjie meer ernstiger, nou het ons 'n wit wijn, wat natuurlijk vir ons baie interessant is, en hierdie wijn, so die label kan sien, hierdie wijn is natuurlijk, dit is een, ons noem het een non-vintage. Ons noem het een non-vintage. Non-vintage beteken net, daar is hier een oesjaar gekoppel aan wanneer die druiwe gepluk is. So, non-vintage. Hierdie wijn is een Chardonnay Viognier blend. So, die samenstelling van hom is so 80% Viognier en dan 80% Chardonnay. Skoontog en dan so 20% Viognier. Die twee cultivars is natuurlijk een baie vreemde combinatie, maar ek denk is meer die perfecte combinatie. Hierdie Viognier bring een beetje kleur, bring hy parfum, reuke op die neus, bring so bietjie meer fanciness na die wijn toe. En Chardonnay bring natuurlijk wat jy van hom sien is wat jy kry. Even gehoud, en net die perfecte combinatie. Ek gaan so'n bietjie van my gooi, en dan kan julle net so'n bietjie naar die kleur al kyk. So ja, hy is nie veel goud, hy is baie lig goud. Jy kan sien kleur, hy is so donker in my kant, hy is ook nie so lig, so jy kan definitief sien dat hy goud is. Nou kyk jy natuurlijk naar die label, so Wines and Diners gaan baie oor die story. Ons focus baie graag op die story achter die wijn. So hierdie story, Seth is natuurlijk ons seentjie, hy is nou 2 jaar en 5 maanden. Ja, hy is natuurlijk by een stadium waar hy baie bezig is. So hierdie in het self, is nou nie een bezige blend, hy is natuurlijk een perfecte blend. Doneer en saad, nee, so die story gaan maar oor Seth, en ons gaan op ons socials natuurlijk meer uitbrei oor Seth, oor die story. Maar ons het goed gedink, ek en Jamri, om net hierdie blend, omdat het so perfect is, omdat het so goeie wijn is, om het natuurlijk Seth te noem. Die druiwe van hierdie wijn kom natuurlijk uit die Stellenbosch area uit. Ek dink, baie ongecompliceerd, ek dink natuurlijk die floral neus, wat jy hier vir jou geet, jy op die neus op, en natuurlijk ook een bietjie vrug wat jy op jou. So, net absolute lekker wijn. Op die palet, baie sag, goed afgerond, lekker mondgevoel.
aan die einde van die dag net een baie lekker wijn om te drinken. Hierdie wijn, natuurlijk nie een wijn wat jy sommer net oopmaak. Jy moet zoietje planning doen, rondom wat jy gaan voorsit. Definitief weer swembad wijn nie, meer een elegante wijn, maar een baie lekker wijn om te geniet. Dis is van seafood, van enige witvleise af tot een beetje pasta. Wat is ook achtergekom met hierdie wijn, perfect met sushi. So ja, so meer oor die story achter hierdie wijn, kan jy op socials. Ons gaan binnenkort het so'n beetje daar plaas en kan jy gaan lees. Maar baie interessant, Seth, ons denk, ons kon jy aan een beter naam vir hierdie gesochte non-vintage Sardenevenier gedink het. Right, so, nou gaan ons bietjie aan na die volgende wijn, so die twee rooiwijne wat oor is, ek dink, ons wil een soort type van een familie reeks by mekaar sit, familie en vrienden reeks, wil ons by mekaar sit, en ek en Ben, ons het die wijne, die project met Overex Wines gedoen, hier in Worcester, en ons het gedink, ek en Ben die wijnmaker daar, een bietjie gesels, en toen is gesel, okay, so kom ons doen een familie reeks, en met COVID kon ons rechtig celebrate, ons kon nie by mekaar kom, ons kon nie rechtig wijn saam drinkie, ons het bietjie skelm gedoen ook, maar ons kon nie rechtig wijn saam genietie, en nou het ons hierdie wijne, wat ons net wil opdraan familie, en ons wil net families koester, en daar die bevinding, so die volgende wijn wat ons gaan doen, is a Syrah Cabernet, ook in non-vintage, so hierdie wijn, ons het gedink, ons gaan ons van die opsit, omdat het familie reeks is, wil ons van die opsit, en net rechtig tye met hierdie wijn, wil jy net rechtig tye met familie celebrate, en jy wil net wijn geniet, en jy wil net weer die feit dat ons kan saam wees, met mekaar wees, waardeer en geniet. So hierdie die samenstelling van hierdie is 70% Syrah en dan 30% Cabernet Sauvignon, so die drywe hier kom van die Mamasbury area af, en ek wil net, voor ek verder gaan met hierdie wijn, die ouwens by, net as sout uit, al die ouwens daar by Overex, is nou Ben, Lucinda, wat vir my help met die aanry van die wijn, keller toe, en met die uitboek van die stok, dan wil ek ook vir Agie, wat absoluut briljant is met die ontwerp, en dan natuurlijk ook die technische aspect van die goedkeuring op die labels, en dan ook vir Jolandi, wat natuurlijk die projekte mee begin het, wat er nie meer daar is by Overex, natuurlijk vir haar, dankie sê, en dan ook die persoon wat ons labels design het, Jonathan Jonkers, absoluut, ons denk die labels vertoon absoluut goed op die bottles, so ja, sout uit aan julle. So ja, hierdie, terug by die wijn, Syrah Cabernet Blend, 70-30, split, en natuurlijk Syrah's bring so bietjie speserye na die wijn, wit of zwart hang af, wat die proe, wat die optel, en Cabernet bring natuurlijk die bietjie grovigheid, die ernstigheid na die wijn, en die Syrah's wat so bietjie net een baie, baie gemakkelijke wijn is om te drink. So ja, ek gooi vir ons. En soos ek gooi, kyk ons na die kleur, natuurlijk, absoluut, baie mooi kleur. Soos ek sê, die druiwe kom natuurlijk van die Mamasbury area af, so perfect vir rooiwijn in hetzelfde area. So wil ons een bykie die wijn lekker licht kry, bykie op die neus, ja, en dan ruik jy, maar natuurlijk, ach, jy ruik van die swart vrug, bykie pruim wat jy optel, jy kan half bykie chocolate optel, maar ook hier rechtig, is dit meer swart vrug wat jy optel, pruim, is bykie besie wat jy optel, en ook natuurlijk is bykie karoobosie wat jy optel, maar definitief baie elegant, mooi op jy neus. Baie sag, rechtig, gemakkelijk om te drink, gemakkelijk op jy palet. Hierdie wijn kan jy letterlijk op sy eie drink, en ja, maar
regtig vir 'n goeie mondgevoel, jy kan sien aan die trane hier in die glas, kan jy sien die balans van die suiker wat natuurlik omskakel is in alcohol, kan definitief sien, dus het gaan rof hier so in die glas, so regtig 'n lekker gebalanceerde wijn, goeie mondgevoel, heerlik, cheers. So, ons vierde en laaste wijn, as ek om net so kan wees, na julle toe, na die camera toe, ons vierde en laaste wijn, natuurlijk weer eens ons van, wat natuurlijk prominent is op hierdie twee wijne, sy labels, het is natuurlijk 100% Cabernet, drywe natuurlijk ook van die Mamasbury area af, in Swartland area, hierdie wijn, dit was natuurlijk ons eerste wijn wat ons met die Witkelder gedoen het, was natuurlijk een Cabernet. En ons was baie ernstig, ek was so ernstig, my hele naam en my handtekening was op die label. En second time around wil ons maar net, dit gaan nie meer, ons het nou klaar opwinding gehad van, dis jou wijn, jou naam is wijn, maar nou, hierdie keer definitief gaan het door vrienden en familie. En ons wil net mense net blootstel aan hierdie lieflike wijnreeks, wonderlike wijn, goeie wijn, goeie kwaliteit wijn, en ja, so Cabernet natuurlijk een van my gunsteling cultivars, en hierdie wijn, ja, ek denk definitief een wijn wat jy met die dis wil geniet, enige iets van rib tot steak tot pasta, en snaaks genoeg weer eens, ons het al met sushi probeer, en hierdie wijn het perfect, ek denk, baie van die mense het actually meer van die Cab en die Cab en die Syrah Cab gehou met soos as wat hulle van die Chardonnay Veneer en die Sparkling, die doos aan my teg gehou met die soos as so ja, ek gooi gauw vir ons of vir my. So ja, en om weer eens na die story toe terug te kom, as ek sê, ek en Ben, die hoofbewijnmaker by Overex, het natuurlijk lekker gesels, ek en Hen, Jolanda, het natuurlijk paar keer geproe ook natuurlijk, lekker gesels, en dan kan jy sien, hier is natuurlijk even donkerder, as die Syrah Cabernet Blend, kleur van die wijn. Hier so gaan die bietjie grovigheid, karoobosie, die wijn het baie meer structuur, grovigheid optel, karoobosie optel, en natuurlijk ook al die donker vruchte, selle, soos die wijn, maar net meer gebalanceerde tannine, meer gebalanceerde tannine gaan jy optel. So ja, kom ons proe, ons kyk na hoe die mondgevoel is, en hoe die vrug op die palet is. Nou, heerlik, ek is nie, is wel my eie wijn, nie baas die, maar wonderlik, lekker mondgevoel, lekker vrug op die palet wat jy optel, lekker pruim, lekker uitdroopruim wat jy kry, en dan samen met die grovigheid van type en die karoobosie gevoel wat jy optel, en as jy nou bietjie laai gaat nou nog een slikje vat, as jy nou weer proe dan, en jy laat net so bietjie rus op jou tong, ja, ek denk jy geef jou soveel meer karakter, eigenskappe van die wijn op jou tong en in jou mond, net een lekker mondgevoel, dis nie een baie gecompliceerde wijn nie, ek denk baie van ons denk Cabernet is strik, is grof, is gecompliceerd, is ach, is een wijn wat jou mond laat trek, zwaar tannine, maar in hierdie geval is het rechtig wel lekker goed afgeronde tannine, lekker, die vrug is hier, baie striking, baie pungent, dit is net baie rustig, en baie sag, en baie lekker op jou palet. So ja, so jylle op hierdie noot, dis nou ons vier wijne. Thanks vir Overex vir die project wat ons saam kan doen. Ons is rechtig trots, die labels is absoluut, dit is ook geregistreer, die Savas in Wines & Dines, in ons eie naam, so ons besit nou ons eie labels. En ja, awesome, net vier lekker wijne. In termen van prijs,
Spaken heb ik op R85. Dat was natuurlijk een groot, groot besprekingspunt geweest aan het begin. Maar ons denk ons het nou idee oor hoeveel ons wijne willen verkoop. So, 80, R85 vir die sparkling, die wit Sardinie Veneer. Hy is nou huidiglik het stokheid, maar ons gaat nou weer label, en ach, weer bottle en label, binnenkort saam met Kelle, ons oma sous ons dop. Maar vir oma is ook koop vir R100, die Syrah Cabernet ook vir R100, en dan die Cabernet Sauvignon, enkel cultivar gaan we dan ook verkoop voor R100, so R85 en dan al die andere wijnen R100. So, tijd hier, dit is nou, ons wijnen lekker, dus is een goede step-up van ons vorige reeks, kwaliteit van die wijn, waar die area waar die wijnen die druiven vanaf kom, en dan ook die belangrijke ding, al hierdie labels is van hulle, is nie allemaal in verhouding geplakje, omdat ons al die wijne sy labels met die hand plak, so dis maar bietjie bloed en zweet wat ons ingesit het, en ja, so doe saam met hy, dit is ons reeks, en ja, as jylle belangstel om van ons wijne te koop, hou in socials dop, stuur vir my DM op Facebook of op Instagram, en dan ja, die wat my nommer het, kan my net direct contact. So ja, cheers everyone, Wijners and Diners.